Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en ik ga gewoon de hele dag achter mijn computer werken. Ik moet namelijk een aantal dingetjes doen, dus dat ga ik vandaag doen. Dat staat voor vandaag op de planning, voor de rest niet heel veel. Het wordt dus weer een typische rustige zaterdag. Zoals je ziet heb ik mijn leuke kerstfransje aan, alleen hij is zo ontzettend heet. Hij is echt bloedheet, dus nou ja, mocht je een koucreme zijn, moet je hem zeker halen. Het is op dit moment 19 graden binnen en ik zweet me helemaal de pleuris. Ik heb het zo warm. Ik ga meteen even wat anders uit de kast pakken, want anders dan zit ik hier echt helemaal in de hitte. Ik heb het zo warm. De bel is net gegaan en ik kreeg een pakketje. Ik dacht misschien was het Blanks, maar het is helemaal zacht. Dus ik ben echt confused wat het is. Ik zie wel dat het roze is. Dus het kan zijn dat mijn Shein pakketje is. Wat echt heel snel is. Want die zou eigenlijk pas de 24ste komen. Dus ik ben echt confused wat het precies is. Maar ik ga het gewoon openmaken. En ik denk wel dat het Shein is. En dan hebben ze dat wel heel snel gedaan. Ja! Ja, het is inderdaad Shein. Er stond echt dat het pas de 24ste zou komen. En het is nu echt nog maar de 12e. Dus ik ben echt helemaal in de war. Dat is natuurlijk alleen maar fijn. Wat ik heb gehaald is een roze broek met rode hartjes. En dit is een broek die ik telkens tegenkwam op mijn Facebook. En ik dacht elke keer van, zal ik hem halen? Zou ik hem niet halen? En ik twijfelde zo erg. En ik dacht, hij komt de hele tijd terug. En ik ben er best wel gevoelig voor. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik ga hem maar gewoon halen. Ik vind hem zo vet. En ik kan hem gewoon niet uit mijn hoofd halen. En ik heb allemaal screenshots ervan gemaakt. Met, zal ik het doen? Zal ik het niet doen? En toen dacht ik, als ik me er zo erg druk om maak van, oké, ga ik hem halen? Ga ik hem halen? Ga ik hem halen? Dacht ik, ik ga hem gewoon halen. Want ik was de hele tijd mee in mijn hoofd. Dus ik heb hem uiteindelijk maar gewoon gehaald bij Shein. Oh, ik vind hem echt heel vet. Het is niet echt een normale broek die je zo even aandoet natuurlijk. Het is natuurlijk echt een hele aparte broek. Maar wauw. Ik vind hem echt heel vet. Ik vind hem super tof. Misschien dat hij een beetje iets te groot is. Want ik twijfelde natuurlijk al maat. Omdat Shein is wel een beetje, volgens mij, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik las er recensies dat het soms best wel strak zat. Dus ik dacht, nou ja, ik haal hem maar gewoon. En dan gaan we maar gewoon kijken hoe die staat. Wow, ik vind hem echt super vet. Echt heel cool. Ja, ik ga hem maar even aantrekken. En dan ga ik aan jullie laten zien hoe die eruit ziet. Oké, dit is de broek. Ik zal even mijn shirt omhoog doen, zodat jullie hem precies zo goed kunnen zien. Ik vind hem echt heel leuk. Hij is misschien wel een beetje lang voor mij. Normaal heb ik altijd hoogwaterbroeken. En dit is wel een beetje dat je denkt, ja, het kan net, zeg maar. Maar ik vind hem echt heel vrolijk. Ik vind hem echt super leuk. En hij sluit ook gewoon overal goed aan. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Wat ik waarschijnlijk zou doen is gewoon een wit shirtje erboven of iets. Maar wauw, ik vind hem echt heel leuk. Ik ben echt heel erg blij mee. Er zitten natuurlijk dagen bij dat ik vrij weinig doe. Net zoals vandaag. Ik doe wel dingen op mijn laptop. Maar dat is eigenlijk het enige. Ik doe wel wat kleine dingetjes. Maar ik woon ook gewoon alleen. En ik kan niet veel dingen doen in verband met corona. Maar ik heb wel een vraag aan jullie. Zijn er bepaalde dingen dat je wil graag wel zien? Of dat je denkt, oh, dat zou ik leuk vinden om te horen. Of iets anders. Zet het even in de comments. Als jij denkt van, nou, dat wil ik graag zien in je vlogs. En laat het absoluut even weten. Want ik kan natuurlijk altijd rekening mee houden. En misschien zit er wel gewoon een leuk idee bij dat ik denk, dat ga ik doen. Dus zet het hier even in de comments. Wat je zelf leuk lijkt om in deze vlog te zien. Ik heb een leuk klusje voor vanavond, want ik heb hier mijn kledingkast en ik heb hier ook een plankje met al mijn make-up en mijn föhn en mijn andere spullen en gewoon allemaal make-up spullen met ook nog wat schoonmaakspullen erbij. Het is echt een bende. Ik ga het even aan jullie laten zien, dus schrik niet. Dit is dus wat ik dus heb. Hier staat make-up wat dan eigenlijk dan weer bijvoorbeeld hierin moet. Hier heb ik dat soort leuk dingetje, maar gaat altijd door elkaar. En al die kabels hier van die föhn en zo. Het is hier gewoon echt een enorme bende. En hier heb ik dus nog wat schoonmaakspullen. En bijvoorbeeld deze ook. Die ook leeg is. Dat soort dingen. Dus dat ga ik maar even opruimen. Zodat het een beetje geordend is. Dus dat is eigenlijk een beetje de to-do voor vandaag. Wat ik denk ik ga doen is alle spullen die ik weg moet gooien, ga ik aan deze kant neerleggen. En dan ga ik hier bijvoorbeeld alle spullen neerleggen die ik nog wil bewaren. En zo ga ik het dan even ordenen hier. Thank you.
Dit is echt mijn all-time favorite parfum geworden. Dit draag ik eigenlijk bijna elke dag. De geur is zo heftig, maar ook echt heel erg herkenbaar. Ik heb hem ook van iemand anders die hem droeg. En toen dacht ik, oh, dit ruikt elke keer zo lekker. Dus toen heb ik hem ook gekocht en ik heb hem echt super vaak weer opnieuw gekocht. Dit is bijvoorbeeld een 100 ml. Dit is volgens mij of een 50 of een 30, maar die is dan ook alweer leeg. Ik gebruik dit zo vaak. Echt, als je nog een goede parfum zoekt of iets dat lekker ruikt, ga zeker voor Ariana Grande met Clouds. En dit is No Spon. Ik heb het een beetje ingedeeld. Ik heb hier de losse producten staan zoals deo en dingetjes dat ik in mijn haar doe. En ja, mijn borstel en zo. Dan heb ik hier dus mijn make-up in gedaan. Hierachter heb ik alle dingen wat ik eigenlijk extra heb. Die ik niet heel vaak gebruik. Maar ook dingen die ik op voorraad heb staan. Zoals die doekjes daar zo. Dan heb ik mijn swifferdoekjes en mijn haarelastiekjes. En hier heb ik dus mijn elektronische spullen zoals een föhn en een steltang gedaan. Nou, ik vind het hartstikke prima. Ik denk dat het over 2 dagen weer helemaal mende wordt. Maar ik heb het in ieder geval gedaan. Ik heb echt al de hele tijd last van spierpijn. Dus wat ik nu ga doen is, ik ga lekker onder de warme douche staan en zo meteen lekker in mijn bed kruipen. Bij deze sluit ik de vlog af voor vandaag. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video heel erg leuk hebben gevonden. En laat dus hieronder in de reacties dus even weten wat jullie graag nog willen zien. En bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei doei. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.